de familie Knot, de familie Knot, de familie Knot. Knot, Knot, Knot. De familie Knot, de familie Knot, de familie Knot. Knot, Knot. Hallo, wie spreekt mij? De familie Knot, de familie Knot, de familie Knot. Kno, kno, kno. Oh, zoek dekking! In de stripboekenwinkel van de familie Knots is het, zo te zien, een volle bak. Hey jongens, heb je onkel X? Ik wil om de films te herhalen. Mag ik dat niet? Inderdaad, onze filmheld is inmiddels terug uit Amerika. Nee, nee, laat mij dat toch doen. Wat was dat net? Dat? Oh, fans. Zeg Hans, het stikt hier van de zakken. Hoe is dat goed voor? Ja, oma houdt grote schoonmaak of zoiets. Oh, nou, dan weet ze zeker niet dat neef Herbert vandaag zijn nieuwe verloofde komt voorstellen. Komt neef Herbert hier met z'n ja. Het zal mij ook benieuwen. Al zodanig. Ja, dat is echt wel, ja. Daar kan ik me nou echt niks bij voorstellen. In de keuken is oma Knots op een akelige manier in haar schoonmaakelement, zo te zien. Johanna! Johanna, mijn postzegelalbum is kwijt. Dan is het hier weer in ongezellige bende. Ja, ik doe de grote schoonmaak, ouwe Zemela. Als er rommel is, dan gooi ik weg. Wat is er zoveel rommel dan? Ja, beneden staan ook nog maar 5 zakken. Wat? Heb jij mijn postzegelalbum soms ook weggesmeten? Johanna! Johanna! Mijn doosje met dubbele! Kunnen, ja. Er staat me iets van bij, zegels. Mens. Hij doet het. Ja. Hansje, waar zijn die rotzakken? Is de vuilnisman al geweest? Nee, die staan buiten. Oma heeft mijn postzegelalbum weggesmeten. Oh, nou, dat snap ik al. Ik zoek wel even mee, goed? Nou, dat is goed. Hoe ziet het eruit dan? Echt groot en rood. Nee. Is het hier, Herbert? Oh. Wie zijn die twee mensen? Ajo, al tezamen. Dat is Hansje en dat is opa. Oh, aangenaam. Laat ons gezwind naar boven ijlen, lief. Ja, dat lijkt mij ook. Wat is dit voor een winkel, Herbert? Een tweedehands ruilmagazijn voor lectuur en tevens kleding, lieve. Lompen en oud papier dus. Ik wist niet dat je uit een asociaal milieu kwam, Herbert. Ik ben Knots en daarop ben ik trots. Lieve, deze trap op. Lieve. En die oude man, is die zwerver voor de kost? Zijn functie is opa hier ten huize.
Wie was die dragonder? Dat was geloof ik neef Herbert's nieuwe verloofde. Hoezo? Nieuwe verloofde? Het is toch de eerste keer dat hij zoiets aan het handje heeft? Ik dacht dat neef Herbert altijd maar één grote liefde had. Spelen dingetjes. Ja. Nou, je zou haast nog gaan geloven achteraf dat hij toch nog volwassen geworden is. Maar ja, beter later nooit. Zijn dit misschien... Met de tegeltjes. Met bloedeigen tegeltjes. Dat heb je goed gedaan, kind. Met doodje dubbelen. In het salonatelier zitten tante Til en onkel X reeds in de startblokken. Aan de kapstok, Tilletje. Ik heb de jas nou al jaren aan. In huis en uit huis, en zal ik het niet... Nee, ik wil een beetje goede indruk maken. Zo uit je hap. Hap. Doen. Hap. Binnen. Goedemiddag, al te saam. Aaf. Lieve, dit is tante Til. Aangenaam. Aaf Klaven. Aangenaam. En dit is onkel ik. Hunze! Het is een grapje. Oh. Hij is bij de film, lieve. Yes. Oh, juist. Vandaar. Ja. Wat een agressief schilderij, zeg. Ja! Lekker agressief, hè? Bedoelt u zeker? Ha? Nee, ik vind het heel lelijk eigenlijk. Komt dat ook uit die rommelwinkel beneden? Nee! Dat heb ik geschilderd. Oh, nou, het spreekt mij totaal niet aan. Maar ja, er zal wel markt voor wezen, denk ik, hè? Inderdaad, ja. Ieder mag zijn heug en zijn meug toch wel, licht? Ja, hoor. Zo, komt u even zitten? Ja, ja. Nee, 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 hier, zeg. Naast uw nevenkind, hè? Buitjes misschien toch wel, dat het een beetje besprenkeld wordt vanuit het wolkendek. Dus u bent nu de nieuwe verloofde van onze neef Herbert, als zodanig. Ja. Ha? Ach, kijk, u moet het zo zien. Ik, ja, drie klontjes graag. Ja. Ik ben eigenlijk zijn nieuwe coach. Ja. Wat, een coach? Ja, zo'n voetbaltrainertje bedoelt u? Oh, nee. Ik... ondersteun hem in zijn politieke ideeën. Heeft politieke ideeën? Ja, met mijn hulp zal Herbert zich snel opgewerkt hebben van een klein ambtenaartje tot minister. Nederland zal nog eens raar staan te kijken. Levenkind minister? Hoe? Nou. Doen jullie me niet zo van de schrik bekomen? Aaf ziet mij tenminste zitten zoals ik ervoor sta. Hé, lieve? Minister Knots. Hé, lieve? Met behoud van mijn nevenfunctie. En dat klinkt links en rechts tegelijk. Nou, wat wil je nog meer? Zeg, mijn nevenkind kan geen fatsoenlijk woordje Nederlands. Zo kan ik. Dat is nou juist een van zijn herkenbare pluspunten. Veel praten. En niks zeggen. Absoluut schitterend. In de keuken is oma aan de rol. Dit arme beest stond aan gort. Ja, zoet maar, hè, braaf beest. Ja. Johanna, moet dat ding ook weggegooid? Nee, dat zie je toch. Oude Zemelaar is op zijn strijkbout. Ja, precies, ja. Zeg nou wat. Dat heb jij zelf met je verstrooide hoofden in deze zak gedaan. Ik? Ja.
Je moet niet zo raar doen. Je moet me niet overal de schuld vergeven. Oh, is Emela. En mijn bed. Mijn bloedeigen bed. Johanna, wat heb je dat nou allemaal voor nodig? Dat ding heb je al zo lang. Ja, precies, ja. Er is juist geen reden om zo'n stukje van mijn leven weg te smijten. Mooi worden. Gooi die kanariepietenpiet van jou toch ook niet per ongeluk door het toilet? Pardon, maar ik zoek het toilet. Oh, u bent het. Ja. Johanna, dit is de nieuwe verloofde van neef Herbert. Oh, ja. Oh, ja. Zo. Afklaven, aangenaam. Zo. Ik wist niet dat neef Herbert... Ja. Ik wist niet dat neef Herbert tegenwoordig al met iemand liep. Nee, maar jullie schijnen wel meer niet van Herbert te weten, hè? Nee. Dat? Nou, die familie hierboven was ook al zo verbaasd toen Herbert vertelde dat hij minister wilde worden. Dat is toch algemeen bekend? Neef Herbert minister. Is dat grappig? Ja, dat is grappig. Nou, ik vind hem anders... reuze geschikt om politicus te zijn. Ja? Ja, want hij heeft zijn uiterlijk mee. Dat vind ik een absoluut pluspunt. En hij heeft natuurlijk aan mijn goede steun en toeverlaat. Hij heeft mij altijd al een ministersvrouw gescholen. Ja, dat zeggen mensen vaak. Zonder veel woorden. Zeg, juffrouw, zoekt u nou nog steeds naar het toilet? Jazeker. Ja. Dan moet u nog een trap op. Oh. Naar boven. Ja. Dank u wel. Dag. Hey, Johanna, die weet ook wat ze wil, hè? Ja. Weet ze wel wat neef Herbert wil? Ja. Of niet, weet neef Herbert zelf nog wel wat hij wil? Johanna, heel soms, hè. Soms, mensen, dan zie je de dingen zo helder, hè. Zo helder. Je mag mijn vriendje zijn, tenminste, als je naar me luistert. Ik heb het beste met je voor, maar haal die oorbel uit je oor. Je moet gewoon nog wat manieren leren, en nieuwe kleren en ander haar. Maar dan komt het vast en zeker voor mekaar. Jij en ik, het ideale paar, alleen... Je bent dus echt een tikkeltje te zwaar. Hou je nou van mij of van een ander? Waarom wil je dan dat ik verander? We verschillen van elkaar, nou en? Neem me toch zoals ik ben. Je mag mijn vriendje zijn, tenminste, als je naar me luistert. Voetbal is er niet meer bij, voortaan tennis je met mij. Laat die makkers van je nou maar vallen, zegt die kwallen maar vaarwel. Anders sta je bij mijn vrienden buiten spel. Jij en ik, het ideale stel. Toe, zeg, doe me lol. Haal die oorbel uit je lel. Hou je nou van mij of van een ander? Waarom wil je dan dat ik verander? Ik hoor niet bij die upper ten. Neem me toch zoals ik ben. Je mag mijn vriendinnetje wezen, tenminste als je jezelf hebt genezen. Je mag mijn vriendinnetje wezen, tenminste als je jezelf hebt genezen. Hou je nou van mij of van een ander? Waarom wil je dan dat ik verander? Jij en ik, het ideale paar. Oké, maar ik hou mijn eigen hart. Neem me nou maar. Ja, precies. Doe nou, neem
Oh, heb je het gevonden, lieve? Nou, met moeite, hoor. Oeh. Waar is die penetrante tante van je gebleven? Oh, tante Til, die is even glazen halen. Oh. En wij zijn, verheug ik mij, eindelijk even alleen. Herbert, ik moet even met je praten. Die familie van jou, die bevalt me absoluut niet. Die kan je nog een hele foute publiciteit bezorgen, weet je dat, als je eenmaal in de Tweede Kamer zit. Lieve, vind je het geen tijd voor dat... Ik zie het helemaal voor me. Op verkiezingscampagne door het hele land. Redenvoeringen houden, die ik natuurlijk voor je schrijf. Rommelen wat met belastingen. En we lossen het woningprobleem op. We zetten de jeugd aan het werk, dus nooit met geweld. Dat zijn toch prima illusies. Waar de kiezers me al te graag in willen geloven, hoor. En spreekbeurten. Eén littere zoen slechts. Herbert! We hadden het over de najaarscampagne. Ja, maar... ik voel... lenteroffels. Hoeveel vuilniszak heeft u nou eigenlijk nodig, om? Oh, niet zoveel. Een stuk of 20 of zo. Oh. Nou, neemt u dan die hele rol maar. Oh, ja. Zeg, dus jij hebt haar ook al gezien? Ja, ja. Maar wat denk je? Zou ze ook echt lief kunnen zijn voor neef Herbert? Ze willen minister van hem maken. Wat? Meent u niet? Ze heeft grote plannen met hem. Ze wil gewoon een ander van hem maken. Dat is toch zielig. Ah, neef Herbert zal toch wel in de gaten hebben dat dat helemaal niks... Natuurlijk niet. Liefde maakt blind, jongen. Dat weet je toch? Ja, dat weet ik, ja. Heb jij lucifers wellicht voor tante Til? Ja. Nee. Oh. Oh, misschien heeft opa wat. Opa. Excuseer, kunt u mij helpen? Zo. Moet jij niet naar je verloofde, jongen? Ja, maar ik heb geen vuur. Geen vuur? Nou, zo'n vermoeden had ik ook al, ja. Dan kom jij natuurlijk aan je oude opa vragen hoe je zoiets moet aanpakken, hè? Hoe bedoelt u? Nou, heb je er wel eens stevig gepakt? Excuseer? Gezoend. Heb je er wel eens een lekkere dikke zoen gegeven? Ik wil wel, maar zij wil niet, notabene. Hoezo, ze wil niet? Ze praat te veel. Ja, maar dan moet je er ook niet de kans voor geven, druif. Ja. De eerste volgende keer dat jullie alleen zijn, ja, dan wacht je niks af. Dan omhels je er. Hè? Dan geef je er een smakkertje wat je niet weer terug hebt. Hè? Lekkere troe. Ja, zo doe je dat, hè. Zo pak je die dingen aan. Oef. U weet er een hoop van, zeg. Ja. Dat is nog van vroeger. Lekkere troe. Oh, lekker wat troe. Jo, ja, wat gaan we open met schuiven? Zei u wat? Niks. Ondertussen is de sfeer in het salonatelier te snijden. Alsjeblieft niet. Ik heb nog nooit zoveel gedronken op één middag. Eerst een hele pot thee en toen nog sloten van dat fris. Oh, ik denk dat ik alweer moet plassen. Bijzonder klein blaasje heeft u, hè? Lekkere troep! Is ze weg? Ze is even naar het toilet. Wij moeten eens even stevig met elkaar babbelen over dat belachelijke vriendinnetje van je. Huh? Ze is niet belachelijk. Dat, waar heb je nou de lucifieren? Vergeten.
Wel, alle penselen in de pot van Nes. Dit bedoel ik nou. Je kan enkel en alleen maar denken aan die dominante tante. Dit is werkelijk. Ik denk alleen nog maar aan haar. Maar zie je er niet in dat ze je helemaal verandert? Een heel gevaarlijk beïnvloed. Je bent helemaal neef Herbert niet meer. Oh nee? Nee. Maar wie ben ik dan? Hier helpt nog maar één ding. Een roze verf, wellicht? Ja, precies. Een klonnetje roze. En een klonnetje roze. Voor u zal spreken het kopstuk van onze middenpartij en mijn aanstaande echtgenoot Herbert Knot. Maar wat moet ik dan doen? Voorlezen. Voorlezen. Punt 1. Punt 1. Oh ja. Begroeting door de partijlijsttrekker. Wie is dat? Jij. Het is gedaan. Ajo, Altesaan. Partij aanhankelijken, luistert. Van heden aan is het passé met de andere partijen. Wij zullen de belastingen verlagen en verhogen. Nou, u weer. En kunstenaars krijgen geen cent meer, die zetten we allemaal het land uit. Oh, maar tante Til dan? Niet nadenken, doorlezen. Ook bejaarden passen niet thuis in onze maatschappij. Die moeten maar in de bejaardenkolonie worden opgeborgen. Ja, ja, maar opa en oma, hoe moet het dan met opa en oma? Dat is politiek, schatje. Dat speelt toch niet op zijn plaats? Er wordt alleen nog maar goede lectuur geduld. Zodat onze beschaving niet derailleert en moet afzien. Stripboeken worden verboden. Oh, de stripboekenwinkel dan? Dus, oh ja, ik lees al door. Ook alle speelgoedfabrieken worden gesloten. Maar hoe kan dat? Ik kan toch niet zonder spelen, dingetjes? Ben je daar ook al verslaafd? Nou, reken hem dan wel goed mee af. Oh, nou, doorlezen. Ja, maar het staat niemand al meer op. Nee. Er zijn toch ook een paar politieke ideetjes? Oh, exact. Vanaf heden worden ambtenaren die van spelendingetjes houden niet meer uitgescholden. En bejaarden en kunstenaars mogen weer terugkomen. En kinderen mogen overal spelen, want dan is er geen verkeer meer, want iedereen rijdt in speelgoed over. Dat was ik al reeds in mijn levensfunctie. En ambtenaren mogen ook niet meer verliefd worden. Nee, ze mogen niet meer verliefd worden, want dan kunnen ze niet exact nadenken. Ja, en mensen moeten de hele dag naar tekenfilms kijken en stripboeken ruilen bij ons in de winkel. Of mag ik geen reclame maken? Wat is er met jou? Heb je gedronken? Nee, ga weg! Nou zeg, wat is er met je? Ik moet het haar vertellen, maar hoe? Nou, komt er nog wat van dan? Ja. Aafklaver. Hierbij verklaver ik onze verlovering. Tot afgekloven en teniet gedaan. Klavikant. Mag ik nog één keer overnieuw beginnen? Aafklaver. Hierbij verklaar ik onze verloving tot afgelopen en teniet gedaan. Falikant. Wat? Zeker omdat ik je niet wilde zoenen, hè? Exact. Nee, dat heeft er niemand al mee te maken. Jij en ik samen zijn niet goed. Ik ben niet wie ik ben en ik doe niet wat ik doe en vraag niet waarom. Oh, kom nou. En ik wil nooit minister worden. Zo opeens? Ja, zo opeens. En ik stribbel ook niet vice versa. Goed. Als dat is wat je wil, Herbert,
Knots. Dan zie ik je niet eens meer staan. Je bent een klein ambtenaartje. En dat zul je altijd blijven ook. Nou, en? En die moet ik niet. En die zweet voor de pijn. Die mag je houden ook. Voorgoed. Zweetvoeten. Wat krijgen we nou? Zeker uit. Maar waarom heeft u haar niet veranderd met die roze verf? Oh, omdat ik vrees dat zo'n type als die Aaf niet meer te redden is. Het leek me echt de beste oplossing, hè, dat jij zelf tot inzicht kwam. Nou is het uit. En ik mis haar nu al. Nou, ik zou haar missen als kiespijn. Als zodanig. Ja. Zij was de enige die dacht dat ik meer was dan ik zelf beteken. Oh, stumpertje. Ik begrijp het. Hier, heb je wat om handen? Spelendingetje. Ja. En jij wou nou minister worden, Was toch wel iets te hoog gegrepen, hè, makker? Burgemeester had ik wellicht kunnen worden. Ja, van Maduro dan. De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. Kno, kno, kno. De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. Kno, kno, kno. Oh, zoek dekking!